Hey, mama. Hi. Waar gaan we naartoe? Goedemorgen, het is vrijdag, laatste dag voor het weekend. En ik ben echt door het weekend even lekker lang in mijn bed blijven liggen morgen. Ik had al boodschappen gedaan, maar net weer terug geweest. Want altijd, dan haal ik echt voor de hele week. En dan vergeet ik één of twee dingen. Veel irritant, maar... Ik ga vandaag even de laatste dag proberen alles op orde te stellen. En daarna is het weekend en dan ga ik gewoon lekker weekend houden, want ik ben er even helemaal klaar mee. Met de hele afgelopen week. Even tijd om bij te komen. Zo, het is zo koud vandaag. Hele warme jas aangetrokken. Ik heb net de overblijf gedaan en nu op weg naar huis. Ik moet zeggen dat ik de overblijf echt lekker vond, want die inbraak, ja, voor iedereen om je heen wordt het wat meer verleden tijd. Maar ik word er thuis gewoon elke dag aan herinnerd. En ik heb het er gewoon heel erg moeilijk mee met de dingen die weg zijn vooral. Dus, maar ja, als je met 20 kinderen bezig bent, dan heb je gewoon geen tijd om erover na te denken. En dat vind ik wel heel erg prettig, want ik word er gewoon heel verdrietig van elke keer weer. Maar ja, ik kan er niks meer aan doen. En ik weet ook dat ik het wel los moet gaan laten, maar ja, daar ben ik gewoon nog niet. Nou, het ging even anders dan gepland deze middag. Er stond net iemand voor de deur en dat was de schade-expert van de opstalverzekering. Maar ik heb hele andere dagen doorgekregen, dus het was een beetje raar gegaan. Maar goed, het is wel allemaal goed gekomen en gelukt. En nog net op tijd, moet alleen nu echt haasten naar school. Ik vind het zo sneu als ze al er staat en ik ben er niet. Maar als het goed is... Staat de jongen helemaal in paniek, terwijl ik was totaal niet bij de weg nog. Maar volgens mij dacht hij dat ik hem aan wilde rijden. Maar goed, ik vind dat de sneuskindjes dan nog staan. En dan staat er geen mama. Als het goed is, zou ik precies nu aan moeten komen lopen dat ze naar buiten komen. En anders ben ik in ieder geval niet heel veel water. Dat was dan nog geluk. Daarna gelijk door naar zwemles. Ik had de zwemtas gelukkig net voor die expert kwam ingepakt. Normaal doe ik dat vaak later. Zeg maar net voordat ik wegga. Dus ik was heel blij dat ik dat nu toevallig toen ik thuis kwam gelijk gedaan heb. Stom, ik wilde echt de camera pakken en wat stellen. En toen stond die man voor de deur. Dus, maar goed, allemaal opgenomen. Woensdag komt er iemand voor al die reparaties. En woensdag komt... ook degene opnemen voor alle inboedel. Ik denk, nou, plan ik ze gewoon lekker tegelijk. Dan is de een aan het klussen, terwijl de ander opneemt. En dan hoef ik ook niet twee keer daarvoor thuis te blijven. Plus het is staking van school dan. Dus ik hoef ook niks te regelen met of omtrent Sarah. Die is gewoon thuis bij mij. Dus dat is wel zo makkelijk. Hey, mama. Hi. Waar gaan we naartoe? Naar jouw zwemles. Ja. Ja. En ik heb er net de paars gezien. Het is 2-1. Wauw, zijn we auto's aan het zoeken? Ja. Oké. Okay. Ik sta op 2, dus ik heb al gewonnen. Ja. 2-1. Nou, ik ga zo ook nog wel een auto zien. Dan gaan we het spannend maken. Oranje. Ja. Oranje net. En je hebt het voordeel dat je voorin ook zit. En dat je niet op het verkeer hoeft te letten. Maar als je filmt, moet je wel op de camera letten. Want nu gaat hij helemaal zo. Oranje. Nee. Ja, daar. Bij de lantaarn staat hij. Nee. Oranje. Die daar. Zei jij. Hè? Ja. Zei jij. Ja. Ik had het fout. Hoeveel maar... staan we nu? 2-2. Zo. En ben je nog op je beeld aan het letten? Of ben je zomaar ergens aan het filmen? Nou, ik zet hem liever uit. Nou, ik ben zo trots op mijn meisje. Wat heb jij gedaan met zwemles? In het diepe, door het gat gezwemd. Zonder iets. Gezwommen. Ja. Zon,
buiten zonder pipovoeten. Nee, of wat zeg je nou? Fout. Nee, fout. Maar... met kikkervoeten. Ja. En ook zonder... vierballen. Nee. Oh. Zonder wat je zo om je armen heen kan doen. Ik denk dat mama dat wel dat stukje heeft. Geel. Ja. Maar ik was heel trots op je. Zelf gewoon zonder hulp midden inspringen. En drie, hè? Ik sta voor het eerste gat. Heel goed. Maar ik geef een high five voor het gat. Goed. Sarah ligt op bed. Marco is nog even de deur uit. Die moest voor werk wat dingetjes regelen. Nu eerst thee zetten. Dit is altijd mijn zo'n charmante hoek. Maar goed. Ik kan de camera even nergens anders neerzetten. Het is hier echt nog steeds van die inbraak. Zo'n troep, want ik kan niet normaal de achtertuin in. Dus dat is echt irritant. Dat soms moeten we even dingen daarin. En dat gaat dus niet. Dus dat ligt allemaal in huis. Echt. Maar goed, ik ga dus nu maar even editen en doen. En dan hebben we zo nog even gezellig samen tijd. Mijn krukken trouwens. Ik zie ze gelijk in mijn schermpje staan. Die gebruik ik op het moment nu niet. Dus morgen vieren we mijn broertjes verjaardag. En geef ik ze gelijk ook terug aan mijn ouders. Vergeet ze elke keer, maar ik heb natuurlijk allemaal snoepjes meegenomen uit Duitsland. En eentje wilde ik eigenlijk elke keer heel graag proeven. Dat zijn deze. De raspberry en blackberry balla sticks. Ik ben heel benieuwd. Lijken me zo lekker. En misschien verkopen ze ook in Nederland wel ergens hoor, maar... ik scheur de zak open, scheur ik hem helemaal door. Goed. Ze zijn echt heel groot. Zo, kijk, ze zijn echt best wel lang. Ik ben benieuwd. Deze zijn echt lekker. Ik kende ze niet, maar als je deze ooit tegenkomt, zeker kopen. Ik ben wel de laatste dagen ook echt heel erg veel bezig met backuppen. Nou weten jullie dat ik dat sowieso altijd wel redelijk bijhield. Ik had een klein beetje achterstand. Maar door alles wat gebeurd is, heb ik echt zoiets van... dat wil ik gewoon allemaal echt veilig stellen. En dan weet ik zeker dat daar niks mee kan gebeuren. Dat in ieder geval niemand me dat kan afnemen. Dus dat vind ik in ieder geval allemaal een heel fijn gevoel nu. Maar ik wil het wel allemaal ook uitzoeken. Dat niet... allemaal nutteloze dingen. Ja, net als dit soort gesprekken. Ja, dan ga ik niet backuppen voor mezelf. Dat staat in de vlog en dat is prima. Maar dat soort filmpjes ga ik niet bewaren. En het staat ook online. En ja, dat is het doel. Maar andere dingen, foto's die ik voor privé of filmpjes. Die echt bijvoorbeeld van Sarah zijn. Waar ik dan een stukje van gebruik in de vlog. Die wil ik allemaal wel gewoon veilig hebben. Al haar foto's, al haar leven. Het lijkt me zo erg. Als dat wordt afgenomen van je kind. En dat zijn echt dingen die je ook nooit terug kan krijgen. En we zijn te veel spullen kwijtgeraakt die we nooit terugkrijgen. In ieder geval ergens probeer ik toch een beetje hoop te houden. Al weet ik heel realistisch dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Maar ja, hoop doet leven. Maar goed, ben nu een zootje aan het wegzetten, zeg maar. En dan ben ik echt moe en dan ga ik ook echt mijn bed in. Ik hoop echt dat Sarah morgen uitslaapt, want ja, het wordt weer laat, zeg maar. En toen was ik er helemaal klaar mee, dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik hoop dat ik je morgen weer zie. Doei doei!